Hallo allemaal, dit keer zitten we klaar voor de Europese eenmaking in jullie leerwerkboek van 6 TSO, het hoofdstuk 10, meer bepaald op pagina 86 en volgende. Misschien een thema waarvan je nu zegt waarvoor moeten wij dat kennen en wat heeft Europa met ons te maken, maar gedurende de presentatie zal het duidelijk worden wat Europa jullie allemaal te bieden kan hebben. Het allereerste is, alle mensen werden broeder. Een zin die spreekt na Wereldoorlog 2, waarbij de verschrikkingen moeten vergeten worden en er eenheid in Europa moet komen. Nu, Europa was eeuwenlang de heerser, de overheerser van de wereld. Denk maar aan de 19e eeuw, toen alle Europese landen op zoek gingen naar een kolonie. Maar door de komst van Wereldoorlog 1 is die hegemonie, die wereldmacht van de Europese landen afgebroken ten koste van Amerika. En na Wereldoorlog 2 is Europa volledig verdeeld en komen er ideeën, vooral onder impuls van Winston Churchill, waarbij hij zegt Europa moet gaan samenwerken. Jullie maken opdracht 1 en zo verder de opdrachten die in het boek staan. Ik zal de modeloplossingen ook op Smart School plaatsen. Nu, in 1951 zal de Franse minister Robert Schuman een eerste initiatief nemen voor een gemeenschappelijk doel voor een aantal Europese landen. Meer bepaald, hij zal in 1951 de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, oprichten. Welke 6 landen maken hier deel van uit? Dat zal dus gaan over de Benelux, België, Nederland, Luxemburg en daarbij ook nog Duitsland, Frankrijk en Italië. De achterliggende bedoeling van hem was om om Duitsland en Frankrijk samen te laten werken, zodat er niet nog een derde wereldoorlog zou kunnen ontstaan. En de grondstof en de metaalnijverheid op dat moment was kolen en staal, vandaar dat dat op dat vlak gebeurt. Nu, die eerste samenwerking mondt uit in 1957 in de verdragen van Rome, waarbij die EGKS wordt omgevormd tot EEG of Europese Economische Gemeenschap. En in die tijd is het ook volle koude oorlog. Heel wat landen beginnen zich te bewapenen met kernwapens. En in het kader daarvan vindt Europa ook dat zij Euratom moeten ontwikkelen, een samenwerking op het vlak van atoomenergie. Gedurende al die jaren komen er meer leden bij, groeit de Europese Unie, tot uiteindelijk in 1993 het verdrag van Maastricht wordt goedgekeurd. En vanaf dat moment ontstaat er een Europese politieke unie. Je zal dus vrij van de ene staat naar de andere kunnen reizen zonder douane en paspoortcontrole. En van de Europese monetaire unie, waarbij de eerste voorbereidingen worden getroffen om één betaalmiddel voor gans Europa te organiseren, met name de euro. Het zal echter nog duren tot 2000 voor dit effectief van start gaat. Nu, in 1999 heeft men de euro beslist om die in te voeren. En uiteindelijk vanaf 2002, 1 januari, rolden de eerste biljetten uit onze geldautomaat. Nu, waar die Europese Unie ooit gestart is met 6 lidstaten, zijn zij momenteel met 27. Jullie hebben misschien altijd geleerd 28, maar sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt. Al die landen die toetreden, al die landen die erbij komen, kan je dus in die opdracht 4 maken en je kan ook zien in welk jaar zij erbij gekomen zijn. Al die landen vragen uiteraard ook om een betere organisatie, een betere wetgeving. En in 2007 heeft men het Verdrag van Lissabon getekend. En wat staat er specifiek in dat verdrag van Lissabon? Dat er dus een hervorming moet komen van de organisatie, onder andere van de organen zoals het Europese Parlement, en dat er een permanente voorzitter van de Europese Raad moet komen. In uw boek kan je zien op pagina 91 wie die eerste voorzitter was. Dat was de Belg Herman Van Rompuy. En de dag van vandaag is dat opnieuw een Belg, namelijk onze vroegere premier Charles Michel.
Degene die daartussen zit, is Donald Tusk een Pool geweest. Waarom iemand van België en of iemand van Polen? Omdat dat alle twee landen zijn die het gewoon zijn om voor hun eigen volk ook compromissen te sluiten. Vandaar dat het zo duidelijk is. En dan heeft men ook nog een hoge vertegenwoordiger van buitenlandse zaken aangeworven. En dat is Federica Mogherini, die dus het Europese belang in het buitenland gaat verdedigen. Hier krijg je dus met hoeveel mensen we zijn binnen de Europese Unie. Uitdagingen voor de Europese Unie. Ja, we zijn nu met 27. Een aantal landen staan in de wachtrij. Als je kijkt op deze dia, zie je dat dat onder andere Bosnië, Herzegovina, Montenegro, Kosovo en zo verder zijn. Allemaal landen die vroeger deel uitmaakten van Joegoslavië. Maar onderaan staat Turkije. Nu, Turkije is al aan het wachten van 2012 om toe te treden tot de Europese Unie. Eerst hadden ze die toelating vooruitgeschoven tot 2015. We zijn ondertussen 2021 en Turkije maakt nog steeds geen deel uit van de Europese Unie. Hoe zou dat komen? Enerzijds, kijk eens goed naar het bevolkingsaantal van Turkije. Dan zou ons blok met zoveel meer inwoners vergroot worden. Plus Turkije heeft een andere taal en een andere cultuur. En door Turkije erbij te laten, zouden misschien andere Noord-Afrikaanse landen ook een aanvraag kunnen indienen om tot de Europese Unie te behoren. En daarom houdt men een beetje de boot af. We zullen zien, de belangrijkste reden die men nu aanhaalt is dat onder Erdogan de mensenrechten niet gerespecteerd worden en dat er geen sprake is van een echte democratie. En dat is uiteindelijk de meest belangrijke voorwaarde om toe te kunnen treden tot de Europese Unie. Nu, die Europese Unie wordt natuurlijk bestuurd door een aantal organen. Er zijn er 7. Enerzijds de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad, het Europese Parlement, Hof van Justitie, de ECB of de Europese Centrale Bank en de Rekenkamer. En hierna worden ze allemaal even kort toegelicht. De eerste is de Europese Commissie, die zetelt in Brussel. Daar staat er nog een fout. Er staat 28 commissarissen en de voorzitter. Het zijn er maar 27. Die regeren voor een periode van 5 jaar, controleren de begroting en zijn de belangrijkste instelling. En de voorzitter daarvan is al een aantal keer naar aanleiding van de coronapandemie in het nieuws gekomen. Die is momenteel Ursula von der Leyen. Dan de Raad van de Europese Unie, die beslist over alle wetgevende voorstellen, bestaat uit de ministers van de lidstaten. Die komen samen in Brussel en die gaan dus samenkomen afhankelijk van het onderwerp. Dus als het gaat over iets van de landbouw, zullen alle ministers van landbouw samenkomen. Gaat het over milieu, dan zullen het de ministers van milieu zijn. Dus je ziet, Brussel is duidelijk een administratief centrum waar heel wat Europese instellingen zetelen. Dan de Europese Raad of de Europese top. Om het 6 maanden komen de staats- en regeringsleiders samen, beslissen over de toekomst. Ieder land op zijn beurt neemt voor 6 maanden het voorzitterschap waar. En ik ben nu vergeten wat het momenteel is. Ik dacht ergens Kroatië of zo. België heeft dit ook al gehad. Dus om de 6 maanden wijzigt het voorzitterschap. Ik heb het ondertussen even opgezocht. Sinds 1 januari is het Portugal. Na Portugal komt Slovenië en het zal nog duren tot januari 2024 voor België opnieuw aan de beurt is. Dan hebben we het Europese Parlement. Daarin zitten dus afgevaardigden van alle Europese lidstaten afhankelijk van het aantal inwoners. Die worden ook om de 5 jaar verkozen, geven advies over nieuwe wetten, controleren de commissie. Voor België zitten daar ongeveer een 23-tal leden in. Die zitten afwisselend in Straatsburg voor vergaderingen of in Brussel. En als wij gaan stemmen, kiezen wij dus de leden die in dat Europees Parlement zitten. Er zitten een aantal Belgen in, ik weet niet of jullie ze kennen. Ze zitten ook volgens een politieke partij. Maar dat is bijvoorbeeld voor de Liberale Partij, Guy Verhofstadt. Voor de CD&V zit daar Ivo Belet in. Voor de Socialistische Partij, Kathleen van Bremt. Dus er zijn een aantal mensen die onze rechten binnen dat Europees Parlement verdedigen.
Dan hebben we nog een Hof van Justitie dat in Luxemburg zetelt. En zij kunnen dus beslissingen van de Commissie, Raad of de lidstaten nietig verklaren. En komen daar in Luxemburg samen en werken daar ook. En dan krijg je nog, tot de Europese Unie behorend, een aantal symbolen. De Europese Unie heeft als motto in verscheidenheid verenigd. De Europese hymne is dus de symfonie van Beethoven. Jullie kennen ze wel, want ze wordt telkens gedraaid als bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival begint. En het gaat zo van... En zo verder. Je moet het maar eens opzoeken. Maar zo kan je dus weten hoe een Europese activiteit wordt aangekondigd. In de Europese Unie betaalt men dus met de euro. De Europese vlag bestaat uit 12 gele sterren die die eenheid symboliseren. En elk jaar op 9 mei wordt de oprichting van Europa herdacht met heel wat activiteiten, workshops. Dit jaar waren ze online, dus hou het in het oog. Als je dus interesse hebt, kan je op Europadag 9 mei u in meer info rond de Europese Unie verdiepen. In die Europese Unie worden 24 officiële talen gesproken. Er is dus ook heel wat werk voor tolken. Namelijk als dat Europees Parlement samenkomt en die andere raden, wordt er telkens simultaan getolkt. Dus heb je een talenknobbel, kan je zeker aan de EU aan het werk. De bevolking van de EU, als we die gaan vergelijken met de rest van de wereld, kunnen wij aan China en India niet tippen, maar wij komen wel op de derde plaats. Dus de EU, door de Europese landen die zich gaan verenigen zijn, zijn we wel een sterkere speler op de wereldmarkt. De oppervlakte van de EU is kleiner, hè, omdat die Rusland en de Verenigde Staten duidelijk veel meer grondgebied hebben, maar we tellen mee. En dan uiteindelijk, als je bekijkt, zie je dat de Europese Unie de rijkste is van het bruto binnenlands product in biljoen euro. En dat wij ook een hele hoge welvaart per persoon mogen kennen. Het grootste EU-land is Frankrijk, gevolgd door Spanje. België staat ergens achteraan. Wij zijn maar met 31.000 vierkante kilometer een van de kleinere landen. Hoeveel mensen wonen er, hebben we al gezien. Het zijn de cijfers van 2019. Ik vermoed dus dat het Verenigd Koninkrijk er nog in zit. Dus die moet je er eigenlijk aftellen. Dan hebben we het bruto binnenlands product per inwoner, waar je ziet dat België het relatief goed doet. En dan in 2002 is de euro ingevoerd. Waarom de euro? Omdat er dan geen koersschommelingen meer waren. Je moest ook geen kosten betalen door munten om te wisselen. Je hebt stabielere prijzen. Het is ook leuker als je bijvoorbeeld in Nederland en in België boodschappen doet. Kan je zeer vlot prijzen bij Albert Heijn en Lidl vergelijken voor producten, omdat we dezelfde munt gebruiken. Typisch aan die euromunten is dat zij één kant gemeenschappelijk hebben. De andere kant is gewoon altijd de keuze van het land zelf. Dus daar kan een afbeelding van Philips op staan. Daar kan bijvoorbeeld in Frankrijk het wapen van Frankrijk op staan. Of een andere Europese gebeurtenis die binnen dat land herdacht wordt. Bij biljetten zijn ze allemaal gelijk. Daar hebben we geen nationale zijde. En misschien heb je ooit een mama of papa of grootouder gehad die in 2002 ook nog zo'n soort kalender had, waar je voor elk land de originele munt kon verzamelen. Hè. En de meest felbegeerde waren natuurlijk die van Vaticaanstad, omdat daar zeer weinig van gedrukt gemaakt waren. Je kon op de vorige dia ook zien landen die de euro gebruiken en landen waar je nog niet met de euro terecht kan. Heb je het vliegtuig al genomen, dan weet je dat je binnen de Europese Unie vrij kan reizen met goederen, diensten, mensen en kapitaal. Wat ook voor heel wat vlottere economie gezorgd heeft. Het Schengen-akkoord zorgt ervoor dat er geen politie- of douanecontrole meer aan de grenzen is. Vroeger stond er aan de grens tussen Sas van Gent en Zelzaten douanegebouwen. Die staan ondertussen te verkommeren als ze niet al afgebroken zijn. Dus die zijn overal verdwenen. Je kan dus gewoon van het ene land binnen de Europese Unie naar het andere rijden zonder controle.
De buitengrenzen daarentegen worden wel strenger bewaakt en de politie gaat gaan samenwerken. Bijvoorbeeld toen Salah Abdeslam de aanslagen in Brussel op de zaal Bataclan gepleegd had, werd onze grens ook een stukje afgesloten door de politie, die in alle wagens die van Frankrijk kwamen keek of de terroristen daar niet in terug te vinden waren. Nu, voor ons is het ook probleemloos dat wij in een ander land artikelen, goederen kunnen kopen en die terug meebrengen naar ons eigen land. Vroeger had je een maximum aantal flessen champagne bijvoorbeeld die je mocht meebrengen van Reims. Nu kan je een onbeperkt aantal voor eigen gebruik vrij over de grens vervoeren zonder daarvoor invoerrechten te moeten betalen. Dankzij het feit dat de Europese Unie ontstaan is, zijn onze kosten voor telefoonverkeer, sms en dataroaming zeer sterk gedaald. Alleen Zwitserland hoort niet tot de Europese Unie, dus als je daardoor reist, moet je zorgen dat je roaming afstaat. Of het kan een zeer kostelijke rekening worden. Maar ga je naar Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, dan kan je bellen en roamen aan hetzelfde tarief als thuis. Jullie hebben de pech dat er een coronavirus is, maar normaal gingen jullie in het zesde jaar met Erasmus naar het buitenland. Ik hoef jullie Erasmus niet meer uit te leggen, maar heb je in het hoger onderwijs de kans om hiervan te proeven, zou ik zeggen, beslist doen. Zij gaan actie ondernemen tegen vervuiling. Zij gaan zorgen dat er vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is in de volledige Europese Unie. Ze zorgen ook voor vrede en welvaart, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Ze vormen samen een grote handelsmacht als tegenhanger voor die andere grote, namelijk de Verenigde Staten, Japan, China en India. We zijn de grootste donor van ontwikkelingshulp en dan geven we soms nog maar peanuts. De consumentenrechten worden beschermd. Bijvoorbeeld, je weet dat er altijd een etiket op het product moet staan in de taal van het land. En soms kan je in de Action bijvoorbeeld een Poolse douchegel vinden. Dan ga je zien dat daar een Nederlandstalig etiket over gekleefd is. En dat is omdat dat moet door de Europese Unie. Gendergelijkheid ook. Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen. En men probeert deze gendermisdeeldheid op te lossen. Er zijn drie kopstukken, die drie namen moet je kennen. Ursula von der Leyen, de onderste, heb ik al gezegd. Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad ook al. En dan heb je nog als derde David Sassoli, de voorzitter van het Europese Parlement. Hoe werken die Europese instellingen? Je ziet dat helemaal bovenaan de Europese Raad staat. En dan volgen systematisch die andere organisaties. Hoe maakt men een EU-wet, moet je ook maar eens doorlezen. En uiteindelijk kan je hier zien wie in het Europees Parlement zit, welke politieke partijen en met hoeveel zij zijn. De Raad van Ministers hebben we eigenlijk al allemaal gezien. Ik heb het al overlopen, helemaal in het begin, wie daarin zit. Ook hoe ze stemmen mogen jullie vergeten. De Europese top komen vier keer per jaar samen. Er zit ook een fout in. De voorzitter is niet meer Donald Tusk. De voorzitter is nu Charles Michel. En dan hebben we een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Is nu Joseph Borrell. Hij volgt Federica Mogherini op. En hij moet dus eigenlijk Europa's belangen verdedigen in het buitenland. We zijn dus in die Europese Commissie met 27 onafhankelijke leden, eentje uit elk EU-land. Dan hebben we ook nog 27 onafhankelijke rechters. En uiteindelijk de Europese ombudsman, Emily O'Reilly, waar je dus een klacht kan indienen als je vindt dat je oneerlijk, gediscrimineerd behandeld bent, als er sprake is van machtsmisbruik en zo verder. De Europese Rekenkamer die controleert of al het geld van de Europese Unie correct wordt besteed. En de Europese Centrale Bank, die voorzitter moet je ook kennen, die van BI hebben die misschien al in de lessen boekhouden of economie ontmoet, Christine Lagarde. En die Europese Centrale Bank houdt de rentevoeten in de gaten en kijkt of banken veilig kunnen werken. En dan tot slot is er ook nog een Europees Economisch en Sociaal Comité dat dus een stem geeft aan het maatschappelijk middenveld, dus te zeggen aan de werknemers en de arbeiders.
Ook nog een stem aan lokale overheden en ambtenaren die voor de EU werken, verdienen een hele mooie wedde. Dus als je twijfelt aan een job voor de Europese Unie, zou ik zeggen, doe beslist eens mee met een examen, want de lonen liggen echt extreem hoog. Wil je ooit iets meer weten over de Europese Unie of wat daar ook maar mee te maken heeft, dan heeft mijn provincie een Europe Direct Point en in Gent zitten zij aan de Zuid. Als je hen mailt, kunnen zij jou onmiddellijk op weg helpen. Je weet nooit dat je leerkracht lager onderwijs bent en een les over de Europese Unie moet geven, dan hebben zij heel wat didactisch materiaal. Waaronder jullie nu bijvoorbeeld dit boekje gekregen hebben, de EU en ik. Het is momenteel ook in herdruk, want deze versie is ook weer verouderd. De juiste namen staan er niet in, maar het is alleszins leuk om eens in te kijken wat Europa te bieden heeft.